Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben nu onderweg naar de Target toe, want ik ga jullie lekker meenemen naar de Target. Ik vind het echt een geweldige winkel. Het is echt een mega grote winkel hier in Amerika. En ja, ze verkopen er echt van alles. Dus ik ga jullie even meenemen. Het is ongeveer 10 minuten fietsen, dus dat valt echt reuze mee. En het is heerlijk weer, dus ik ben lekker op mijn gele fietsje. Aan het fietsen naar de Target. Oké, ik ben aangekomen in de Target. Als je de Target binnenkomt, dan zie je hier allemaal dingetjes. Want hier is alles of $1 of $3. En ze hebben zulke leuke dingen hier. Kijk, deze zakjes. Hoe leuk is het om hier een cadeautje in te geven. Of dit. Oh. Ik wil alles meenemen. Het is zo leuk. Het zijn kaarsjes en ze ruiken echt heerlijk. Oké, dan hebben we dat gedeelte gehad. Met moeite heb ik niks meegenomen. Maar dan gaan we nu naar de make-up toe. En ja, eigenlijk moet je eerst even naar de saaie dingen. Zoals schoonmaakmiddel. Maar dan kom je in mijn favoriet gedeelte, make-up gedeelte. We zijn er. Wet n Wild, Elf. CoverGirl, Maybelline. En ja, die twee die ken ik niet echt. Alhoewel, deze heeft wel een hele mooie highlighter. Mijn favoriete merk is Elf hier in de Target. Omdat ze hele mooie kwasten hebben. En terwijl die helemaal niet duur zijn. Kijk, hier een mooie kwast is maar $3. En ja, de kwaliteit ervan is ook echt heel erg goed. Wet n Wild is ook een heel goedkoop merk. En die hebben dus van die sticks. Met highlighter en oh, wauw, heel mooi. Ik heb allemaal hele grappige producten van Elf gevonden. Dus lijkt jullie leuk als die gaan uittesten, laat dan even weten in de reacties. En hier hebben ze ook heel veel NYX producten. Nou, ik ben dol op NYX producten. Ik gebruik ze heel erg vaak en heel erg graag. Dus ja, die laat ik ook wel even zien. Kijk al deze lipkleuren. Volgens mij is dit de Lit Lingerie. Of is dit nog de lipstick? Oh ja, dit is de lipstick. Maar ze hebben ook voor op je ogen. Het zijn ook allemaal lipsticks. Oh. En hier hebben ze allemaal verschillende highlighter. En hier ook. Echt heel apart, maar wel heel mooi. Oh my god, ik liep hier langs. Dit is toch geweldig. Hier kan je allemaal papieren en zo in doen. In elke Target zit ook een supermarkt, maar dat is te saai om te laten zien. Dus zullen we verder gaan? Het is natuurlijk bijna Pasen. En hier hebben ze heel veel paassnoep. Schattig. Dit leuke mandje. En kijk deze. Het is allemaal zo lief. En het snoep ziet er eerlijk gezegd ook wel heerlijk uit. Speciale Oreo's. Target verkoop ze ook kleding, maar ik heb eerlijk gezegd nooit echt bij de kleding gekeken. Maar volgens mij moeten er wel leuke dingen tussen zitten. Dus het is eigenlijk ook een beetje de eerste keer voor mij dat ik hier ga kijken. Maar ja, dan gaan we lekker samen kijken. Deze is wel leuk. Ik ga hem voor de grap maar even passen. Voordat ik ga passen, laat ik jullie ook nog even de bikini's zien.
Ik heb 4 dingen. En die ga ik nu even passen. Oké, op zich is deze wel leuk, maar het staat me niet echt. Deze vind ik wel leuk. Het stofje zit wel lekker, maar ik denk dat die nog iets te groot is. Dit is ook een maat groter dan ik normaal heb. Nou, natuurlijk heb je hier ook schoenen, dus laat ik even een paar gaan passen. Oké, dit is best wel awkward, want ik heb nu een paar hoge hakken aan. En er loopt daar een vrouw en die kijkt me heel raar aan. Ik zou ze zelf niet zo gauw kopen. Maar ja, leuk om aan te doen, toch? Hoe leuk zijn deze? Ik heb deze altijd al gewild. Ik zie ze altijd op Tumblr en Pinterest. Geweldig. Hier heb ik nooit zo vaak gekeken, namelijk de accessoires, terwijl ik eigenlijk wel heel erg van hoeden en dat soort dingen hou. En dat hebben ze hier heel veel. Dus nou ja, hier gaan we dan ook maar een kijkje nemen, denk ik. Allemaal zonnebrillen. Nou, deze zijn best wel heftig. Ik zou het zelf niet kopen. Deze vind ik nogal cool. Kettingje echt prachtig. En ze hebben ook hele leuke houders. Oh, deze heb ik echt nog nooit gezien. Kijk. Mooi spiegel. Pretty. Nu heb ik jullie alle leuke dingen van Target laten zien. En is het tijd om te gaan betalen. Want ik ga het blauwe jurkje doen. En ik heb nog een deo nodig. Want ja, ik haal altijd deze deo. En die is dus blijkbaar veel goedkoper hier dan in Nederland. Hij is echt mega fijn. Dus dat heb ik. En een paar dingen van Elf. Want daar wil ik nog heel graag een video over maken. Dus laten we betalen. Welcome. Please scan your first item. Fiets van de Target naar huis toe. En oh, ik had flink wat wind tegen. Maar dat maakt niet uit. Want ik heb echt hele leuke dingen. En ik vond het gewoon heel erg leuk daar. En ik zie daar zoveel leuke dingen altijd. En nu kon ik aan jullie laten zien hoe leuk de Target is. Dus hopelijk vonden jullie dat ook zo. Nou, ik laat even zien wat ik gehaald heb. Ik heb dit jurkje in de korting gehaald. En die hebben jullie misschien ook wel gezien. Die had ik in een pashokje aangedaan. Dat is, oh, dat is deze. Nou, dat is deze. Ik vind hem heel erg leuk, want de mouwtjes lopen zo uit. En ik hou van de kleur, ik hou van donkerblauw. En ik vond hem er gewoon heel erg leuk uitzien. Dus dat heb ik gehaald net. Ik heb net mijn favoriete deo gehaald van Dove. En deze is ook in Nederland te koop. Ik heb hem bij de Kruidvat gezien. Alleen hij is in Amerika wel goedkoper. Dus daarom hou ik hem hier. En dan heb ik een paar dingetjes die ik binnenkort in een andere video ga laten zien. Namelijk dat ik allemaal leuke Elf producten ga uitproberen. Omdat ze best wel aparte producten hebben. En ja, dat lijkt me gewoon heel erg leuk om uit te proberen. Maar die video maak ik als ik weer in Nederland ben. Dus dit neem ik mee naar Nederland toe. En ja, dat zijn dus de dingetjes die ik bij de Target heb gehaald. En vond je deze rondleiding leuk door de Target? Geef het dan een duimpje omhoog. En vind je dat ik vaker in de winkel moet gaan shoppen met jullie? Laat het dan zeker even weten in de reacties. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dikke kus!